Het zijn allemaal mensen die in de war zijn een beetje. Dit soort vragen. Wat moet ik hiermee? Yo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Tante Sof. De serie waarin ik me met hartstikke gezellige gasten... hele gezellige gasten ga buigen over allerlei probleemkwesties. Zoals bijvoorbeeld liefde, seks, relaties, geld en de hele... Sorry. Dat klinkt leuk. Ja, toch? En ik ben hier vandaag met Keizer. Dat ben ik. Jouw poes, wat ik heb begrepen, is dat jouw poes niet zomaar... Bij mensen komt? Ja. Nee, alleen bij QC kwam ze wel in de buurt, maar die had ook was ook goed met poes, zei hij. Oké. Nou, dit zegt wat, hè? Ja, je doet het goed. Hé, we gaan vandaag advies geven. Ben jij goed met advies? Komen mensen vaak naar jou toe? Ik zeg soms wel eens goede dingen. Soms? Ja, ik help ook trouwens heel veel mensen in het leven met mijn advies. Ja? Vertel. Ja, dit was het gewoon. Nu dat je hier bent? Nee, gewoon dit was mijn uitleg. Gewoon. Heel erg bedankt. Jou ook bedankt. Jullie ook ontzettend bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dus je komt er wel uit vandaan. Zeer zeker wel. Nou, laten we dan beginnen met de allereerste vraag. Hoi Tante Sof, ik heb geen geld om merkkleding te kopen. Is het erg om dus leppe dingen te halen? Ik heb sowieso weinig merkdingen. Als jij in die situatie had gelet, stel je had geen geld, maar je wilde wel graag merkkleding dragen. Wat zou je dan doen? Toch geen neppe merkkleding kopen. Maar zien mensen dat ook echt? De mensen die ertoe doen, die zien het. ja, precies. Die zien het. De mensen die het niet zien, die doen er niet echt toe. Ja? Je kan ook hele mooie andere kleren kopen. Bijvoorbeeld bij de H&M of bij de C&A. Of gewoon een Nike of zo. Of een, is dit reclame? Nee, is niet erg. Adidas of wat dan ook, weet je. Dat kost veel minder dan die merkkleding. En dan in de tussentijd spaar je tot je echte merkkleding kan kopen. En waar ga je heen? Zeg maar, heb je altijd alles van een merk of heb je zeg maar ook... Ik draag vooral dingen die me passen. Ja. Ja. Als het past, dan draag ik het. Dat is het beste. Dat is echt mijn echte reden. Ja? Dat ik merkkleding ging dragen. Omdat dat meestal een beetje getailleerd is. En ik ben best wel slanky. Ik ben heel erg slanky. Dus ik heb getailleerde dingen nodig. Anders staat het zo groot en zo. Dus. Maar is dat niet zeg maar omdat je rapper bent ook wel een soort van... Als je dan geen merkkleding draagt, dat je er ook niet echt toe doet? Nee, ik denk als je gewoon als je jezelf gewoon weet te kleden op bepaalde situaties. Op bepaalde momenten. Dan komt het in orde. Je moet wel wat... merkjes in je kast hebben liggen, als veel mensen je zien. Ja. Maar voor de rest, je hoeft het niet elke dag te dragen of zo. Oké, dus je tip is gewoon niet doen. Poei. Ik weet even niet meer wat het punt was. Heb je gerookt? Nee, ik rook niet. Ja, als het mogelijk is, haal wat echt niet mogelijk. Even wachten en dan komt het in orde. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Dus. Dag Tante Sof, mijn vriend wil een open relatie. Ik wil dat niet, maar als ik nee zeg, maakt het niet uit. Wat kan ik nu het beste doen? Eigenlijk wat hij nu zegt, is dat hij met andere mensen wil naaien. Nee, hij wil een open relatie. Maar als zij dat niet wil, dan gaat deze relatie niet werken. Voor hem? Voor geen van beiden. Want als zij zegt van dat ze het niet wil, en ze gaan het alsnog doen en zij gaat proberen te veranderen, gaat zij ergens in de loop van de tijd, gaat zij... er toch mee blijven zitten. Ja. En dan gaat het een beetje stroef in de relatie lopen. En dan hebben jullie allebei geen leuke relatie. Nee. Wat vind jij ervan? Open relatie? Oh, ik? Ja? Als beide partijen het ermee eens zijn, dan moeten ze dat doen. En dat is in dit geval dus niet zo, omdat ze allebei eigenlijk iets anders willen. Ja. Of je moet het inderdaad gaan slikken, maar wat jij zegt, ja, dan heeft het niet echt zin. Omdat als hij het echt wil en zij wil het echt niet, gaat niet werken, jongens. Dus... Ja, hey Tante Sof, ik ben erachter gekomen dat ik een SOA heb. Ik wil mijn vriendin stiekem een SOA-medicijn geven, zodat ze er niet achter komt. Hoe kan ik dit het beste doen? Het is best slim. Dat kan niet. Hoezo niet? Die kan toch, als je die chlamydia-pilletjes hebt, kan je toch in iemands drankje doen? Nee, zo werkt het niet. Ik heb gehoord... Nee, het werkt niet zo. Ik wil ook niet promoten om iemand te drogeren. Ik bedoel, als je chlamydia hebt opgelopen, moet je wel gewoon zeggen. Ja, dat moet sowieso gewoon zeggen. Sowieso eerlijk zeggen. Mocht het zijn dat iemand de oplossing weet om dit toch stiekem te doen, laat het weten aan Sophie. En dan Sophie ook blij. Maar het werkt niet zo. Niet. Nee. Leg uit. Het is een kuur. Dit is niet één pil die je moet slikken. Of, ja, het ligt eraan in welke gaten je hem gestopt hebt natuurlijk. Heb je chlamydia in je mond? Kan. Nee joh. Wel? Mondchlamydia? Ja, en ook in je anus. Kan ook. Chlamydia in je mond? Een SOA is een seksueel overdraagbare aandoening. Overal waar slijmvlies zit, kan je chlamydia krijgen.
Zo in je ari, in je poes en in je... Is toch herpes? Als jij naar bed gaat met iemand die een SOA heeft en er komt geen condoom bij kijken, dan kunnen jullie lichaamssappen zich gaan vermengen. Je kan chlamydia in je keel krijgen. Ja, moet je wel diep... Ja, je moet echt diep mikken. Ja, dat is echt zo, maar het kan wel. Het komt niet vaak voor, het kan wel. Maar dan heb je alsnog een kuur nodig, toch? Ja, maar meestal van twee pilletjes. Waarom weet jij zoveel? En waarom komt je antwoord zo snel? Omdat ik ook naar school ben geweest en... Ik heb dit niet op school gehad, chlamydia in je keel. Ik weet dit niet. Probeer mij niet te exposen. Nee, totaal niet. Ik denk dat je dat zelf doet. Veel lekker ballen. Chlamydia in je keel. Ja, ik denk dat ze... Je kan dit niet stiekem... Nee, je dit moet is echt een zeggen. Soort kuur. En je het moet is ook het wel zeggen. Echt überhaupt erg als je iemand gaat drogeren met chlamydia medicijn. Klopt. Is wel heftig hoor. Ja, best wel. Het zijn twee verschillende dingen. Hè. Eén, je bent vreemd gegaan. Twee, je hebt chlamydia nog. Chlamydia, ja. Dat is vervelend. Niet best. Dat is karma. Dit moet stiekem. Tante Sof, ik heb onveilige seks gehad met een jongen en nu ben ik zwanger van hem geworden. Wat moet ik doen? Ja, hoezo is dat een probleem? Hebben ze een relatie? Geen relatie? Nee, ze hebben geen relatie. Ze hebben geen relatie. Nee. Nou, dan moeten ze het uit gaan zoeken, hè. Dan moeten ze een relatie gaan beginnen of ja, gaan kijken. Je hoort wel eens verhalen dat mensen dan toch met elkaar gaan omgaan en dan ineens erachter komen dat ze het wel heel gezellig hebben met elkaar. Ja, toch? Je bent natuurlijk niet voor niets met iemand gaan naaien. Misschien zit er wel wat meer in. Of je bent de hoer. Is de hoer trouwens? Nee, ja, ze kan iemand... wel wat details ook erin zetten. Is hoer of niet? Het is een hoer, anoniem. Ik denk wel, is meestal maar gewoon iemand die je niet zo moeilijk over doet. Oké, okay, ja, je moet gewoon kijken. Als ze er allebei uit kunnen komen, dan is dat het. En dan net als hoe jij zegt, meestal zijn ze met elkaar of dan zijn ze een beetje meer met elkaar voor het kind of wat dan ook. En dan zien ze van, hé, dit kan wel eens werken. Geef het een kans en praat erover met je ouders. Dat is ook wel belangrijk. Als ze ouders hebben nog natuurlijk. Ja. Meestal bemoeien de ouders van hoeren niet meer echt met ze. Dus dit is wel het belangrijkste. Is het een hoer of niet? Nee, grapje hoor. Jij bent geen hoer. Nee, eerlijk. Het kan zijn dat je gewoon er zin in... Nee. Dat je er zin in had en dat het even mis is gegaan. Je bent super vruchtbaar, dus je hebt een kind nu in je buik. Ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die je kan doen. Mm-hmm. Ik zou eventjes naar de dokter gaan en even vragen van, ja, het ligt er ook aan wat je zelf wil. Het is best heftig om een kindje weg te laten halen, namelijk dat onderschatten mensen natuurlijk heel erg. Klopt. Dus... Het ligt eigenlijk aan de vrouw zelf, gewoon van wat wil ik doen. Baas over eigen buik, zeg ze. Wat kan ik doen? Ja, en als die jongen tegen jou zegt, ik wil heel graag dat je het houdt en ik ben er dan voor je en dit en dat, dan is het natuurlijk wel misschien meer reden om het kindje te houden. En als je zelf ook heel graag ervoor wil zorgen. Of je moet kijken naar een abortus, maar dat is wel heel heftig natuurlijk. Dat klopt, dat is heftig. Dat is heftig. Volgende vraag. Hey tante Sof, ik heb nu 3 jaar een relatie met mijn vriend, maar sinds een paar maanden heb ik erotische dromen over zijn vader en weet ik niet wat ik moet doen. Heb je tips? Wat zijn allemaal mensen die in de war zijn een beetje? Dit soort vragen. Wat moet ik hiermee? Ze gaat met iemand, dus gaat met iemand. Ja, relatie. En ze droomt over de vader. Ja, dus er wordt blijkbaar ja, dit zijn emotionele problemen. Serieus, ik meen het. Het is niet goed hoor, dit. Het is niet goed. Het kan toch wel eens gebeuren dat je bij iemand thuis komt dat je denkt, nou, ik vind die moeder wel echt heel hitsig. Nou, okay. Is ze niet ooit een vriend geweest? Oké, één keertje een droom krijgen, dat kan zelfs per ongeluk gebeuren. Weet je? Maar de manier hoe ik het zo hoor, gebeurt dit vaker. Dat is niet goed meer. Dus je zou gewoon zeggen, laat er even naar kijken. Ja, zoek hulp. Ja, zoek hulp. Nee, serieus, dit is niet goed hoor. Ik ken niet over de vader dromen. Kom op, dan ben je daar voor een andere reden. Dan ben je daar voor de vader, niet voor je vriend. Maar vind je dat kunnen? Nee. Ja, het kan wel, maar dan moet je ook voor jezelf beslissen van oké. Maar je hoort best wel verhalen. Ik vind hem niet leuk, ik vind de vader leuk eigenlijk. En wat zou je dan doen als je dat meisje was in die situatie? Dat aangeven gewoon. Ja, dat geef je natuurlijk niet aan. Nee. Maar ja. Zou je het uitmaken? Kijk, de manier hoe je het nu vraagt, kijk, ik ben een andere persoon. Ik zou misschien zeg maar in die relatie je blijven. Je zou vol op die vader gaan als je haar was. Nee, zij kan bijvoorbeeld in die relatie blijven om gewoon die vader vaak te zien. Mm-hmm. Of zo. Maar ja, ik weet niet precies wat haar emotionele problemen zijn. Dus ik kan niet weten wat haar intenties zijn. Nee, goed. Nou, misschien is het ook gewoon beter om... Nee, dit werkt ook niet. Het gaat allemaal niet werken, beste mensen. Beste opgeven. Nieuwe relatie zoeken. Ja. Goed, okay. Dus Keijs, wat zou je doen? Niet doen, hè? Niet achter de vader aangaan.
Ja. Ja, ligt eraan, weet je. Als ze gewoon boven de 18 is. Die vader ziet toch gewoon flexibel uit. Ik denk dat die vader ook veel meer voor de kan betekenen dan... ze moet gewoon kijken wat het beste voor haar uitkomt. Hey Keis, ja, dat waren alle vragen. Yes. Ik heb wat voor je. De zieke wereld leven we in. Ben je geschokt? Ben ik verschold? Geschokt. Geschold? Geschokt! Geschokt. Geschokt! Geschokt. Een tante zelfmok. Dankjewel, weet je hoe lang ik dit al zoek? Ja, iedereen. Ben je blij? Ja, snap ik drink ik. Namelijk. Laatste tijd veel thee en koffie. Nou, lekker. Dan kunnen we gelijk door met het volgende onderdeel. Namelijk spill the tea. Oh, dat is nog een onderdeel. Ja, maar het is te kort. Ik mag zo naar huis. Heb je een heel ongemakkelijk verhaal voor mij? Een ongemakkelijk verhaal? Mm-hmm. Ik ben een keer naar een feest, dat is een tijdje geleden hoor. Ik ben naar een feest gaan. En toen was er een meid, die was een beetje dronken. Maar ik ken haar al. En we hadden wat dingen al gedaan, wel eens daarvoor. En die is met mij meegegaan naar een hotel. Ja. Yeah. En die was helemaal dronken. Hoe moet ik dit goed uitleggen? Zij lag daar, dus. En we zouden natuurlijk seks hebben. Ja. Dus dat waren we aan het doen. En op een gegeven moment... Oké, hoe moet ik dit goed uitleggen? Ik was bezig. En op een gegeven moment was ik in de positie zo. En zij ligt zo. En onthoud, zij was heel erg dronken. Ja. Ik was ook dronken. En op een gegeven moment zag ik iets op bed. Toch? Dus een kleine vlekje zo. Ja. Dus ik werd al boos. Ik dacht, oh, deze is ongesteld. Dit kan niet. Ja, word je dan boos? Dus moet, ja, dan word ik best wel boos. Want dan moet je het melden. Oké, ja. En dan mag ik beslissen of ik dat ga doen of niet. Dat is altijd niet, eigenlijk. Oké, je doet het niet? Nee, ik doe het niet. Het is bloed. Het is klonterig bloed. Het glijdt toch lekker dan? Ga dan met je verhaal. Over dit kan ik niet in discussie gaan. Oké, ik zag dat. En toen... toen heb ik dat dus, oké, ik heb er wat van gezegd, ja. Toch? Oké, zij is opgestaan, zij is naar het toilet gegaan en toen keek ik ernaar en ik was gewoon nieuwsgierig, van, is dit bloed of wat is dit, weet je? Ja. En toen, ik wil niet in details verder gaan, het was poep. Ah. Ja, dit was poep. En dit is zij uitgaan poepen op het toilet en toen is ze teruggekomen, helemaal dronken. En zij weet volgens mij niet dat ze een beetje had gepoept op het bed. En ik was een aardige guy. Ik heb haar daar gewoon laten slapen. Zij is gewoon komen liggen. En ze lag daar. En ik heb de hele nacht heb ik naar haar gekeken. En toen dacht ik, ik heb gepoept tijdens de seks. Het was ook geen, zeg maar, platte poep of zo. Het was heel klein, hoor. Het was een soort mini... keutel. Een soort korreltje. Ik denk dat ze hem per ongeluk kwijtgeraakt was gewoon tijdens... Ja, dat is natuurlijk voor haar ook heel ongemakkelijk. Ja, volgens mij hebben ze het ook niet gevoeld gewoon. Het is gewoon eruit gerold. Jeetje. Ja, goed, kan gebeuren. Jij weet natuurlijk niet meer hoe het is afgelopen, maar... laat me weten in de comments hoe jij zou reageren als je dit zou meemaken. Ja. Oh, wel taai. Maar wel goed van je dat je het niet tegen haar hebt gezegd. Dat je haar wel in de waarde hebt gelaten. Ja. Ja. Hé, hey, Keis, je hebt er in ieder geval doorheen geslagen. Yes. Vond je het gezellig bij me? Super gezellig. Oké, gelukkig. Heel erg bedankt. Jou ook bedankt. Jullie ook ontzettend bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op jouw kanaal. Liken en subscriben. En op je Instagram. En dan zien we jullie natuurlijk weer volgende keer. Bye. Doei!